ziekenhuizen kampen met een ernstig tekort aan verpleegkundigen. En de toestroom van nieuwe coronapatiënten wil het kabinet proberen in te dammen. En daarom kondigde het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aan, waaronder een lockdown. Dit weekend gaat dat in. Ook wordt er gesproken over het invoeren van een 2G-systeem, waarbij je straks alleen nog maar ergens naar binnen kan als je gevaccineerd bent of genezen. Testen, dat werkt dan niet meer. En dat is een beladen maatregel. Ik ga het erover hebben met de oud-VVD-senator en medische ethica Hélène Dupuy. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het, mevrouw Dupuy, in uw carrière of bij uw opleiding ooit ter sprake gekomen, een 2G-systeem bij een pandemie? Nee. Ik heb wel in mijn leven een epidemie meegemaakt, namelijk de polio-epidemie. En daar hebben we toen ook wel met een aantal mensen in de gezondheidsraad over gedacht hoe we daarmee moesten omgaan. Maar dit is natuurlijk uniek wat er gebeurt in de negatieve zin. Dit is natuurlijk een ramp die ons treft. En ja, de vraag is wat voor ruimte er nog is om vriendelijke maatregelen te nemen. Ik denk dat die tijd voorbij is. En we worden nu natuurlijk met 85% van alle Nederlanders is gevaccineerd. En ja, die worden nu gegijzeld door een kleinere groep, een veel kleinere groep, die dat absoluut niet wil. En ja, dan is toch de vraag, wat moet je als overheid dan doen? Moet je dan die 85% gijzelen? Dat lijkt mij toch moeilijk verdedigbaar, omdat de anderen nu nog de kans hebben om, want over 3 weken komt men dan terug. Nou, als ze zich nu laten vaccineren, dan hebben ze over 3 weken in ieder geval wat immuniteit opgebouwd. Dus ja, ik denk eigenlijk dat dit een situatie is waar we niet meer moeten zeuren, maar gewoon echt de strenge maatregelen moeten nemen om deze pandemie een eind te maken. Dus u bent inmiddels wel voor vaccinatiedrang? Ja, niet voor dwang, dat vind ik echt te ver gaan. Maar drang, ik denk dat we geen keuze hebben. Soms zijn de feiten zo ernstig. Dat komt vaker voor natuurlijk in situaties van oorlog en vrede, maar ook in situaties waar het over burger gaat. Soms heb je geen keuze. Ik denk dat het moment aangebroken is dat de keuze moet zijn zo streng mogelijk. En dan niet de hele samenleving gijzelen, maar de mensen die echt het gevaar opleveren, om die niet toe te laten tot het publieke domein. Ja, het is beroerd, maar ze kiezen toch eigenlijk ook zelf voor. Tenzij ze natuurlijk een medische reden hebben. Nee, om dat zich is ook zo. Het is nu de ongevaccineerden, dat is één groep. Maar in werkelijkheid zijn er natuurlijk mensen die soms misschien niet goed op de hoogte zijn van de feiten. Anderen vertrouwen het. Ja, maar als je nu na een jaar nou nog niet weet wat er aan de hand is. Ik doe de huis. Artsen doen ontzettend hun best om voor te lichten. Dus ook mensen die in buurten wonen waar niet zoveel Nederlands wordt gesproken. Ik heb begrepen dat daar grote problemen nog steeds zijn. Maar ook daar zitten huisartsen die echt heel erg hun best doen om de mensen te helpen. En op een gegeven moment houdt het overreden op. En dan moet je zeggen, nou, u bent een gevaar voor anderen. En ja, dan houden we u buiten de grote massa. Helaas is het zo dat ook gevaccineerden gewoon op de IC belanden. En nee, nou, dat het getal is zo gering. Daarvan moet je zeggen, het is, dat is echt een, ja, het is een percentage, een klein percentage oudere, zeer oude mensen in het algemeen. Ja. Maar toch is het zo dat het vaccin, ik begrijp niet dat we er eigenlijk niet veel blijer mee zijn. Want het is natuurlijk fantastisch wat er gebeurd is, dat in een half jaar tijd een heel veilig vaccin, want er is echt heel veel over geschreven al in medische, hele respectabele medische tijdschriften, hoe weinig bijwerkingen dit vaccin heeft en hoe goed het is en bij de meeste mensen het echt goed doet. Ja, het is altijd wel natuurlijk een uitzondering, maar dat is geen regel. Nee. Nou is het wel zo dat het voor een deel van de mensen is uitgewerkt en daarom heet het dan een booster. Ik heb een longarts gesproken die zei dat is geen booster, dat is gewoon de nieuwe ronde die weer begint. En daar moet dus iedereen die dat wil, kan daar dus nu weer voor kiezen. Maar ik zag vanmorgen dat mensen zo boos zijn over 2G dat ze zeggen, ik heb die QR-code gewoon van mijn telefoon verwijderd. Nou, ik zou zo graag tegen iedereen willen zeggen, laten we nou de rijen sluiten. Laten we nou ophouden met gelijk krijgen, maar laten we nou doen wat nodig is
om van deze ellende af te komen. Het is echt heel belangrijk voor alles, psychologisch, zakelijk. Ook voor de sociale bewegingen in Nederland. We zijn allemaal burgers in dit land. Laten we nou ophouden met zeuren en gewoon doen. Het is trouwens heel normaal dat bij een vaccinatie een derde ronde wordt gedaan. En dat wist men natuurlijk van tevoren niet, omdat men dit vaccin niet kent. Bij de polio is het ook zo. Er wordt ook nog steeds gevaccineerd. En dat gaat ook in fase. Dat is helemaal niet bijzonder. En om daar nou weer boos over te worden, ik zou zeggen, wees blij dat ze het bijhouden en dat ze zien nu dat er nog een versterking nodig is. Maar het is dus helemaal niet ongewoon. Het is bij meerdere vaccins zo. Goed, die in de verpleging werken en die zijn, die willen dit niet. Die willen niet gevaccineerd. Moet je die dan ontslaan? Nou ja, nee, Italië heeft het anders opgelost. En ik laat me daar niet over uit, maar het werkt daar wel. Want die hebben natuurlijk ook hetzelfde probleem. Die zijn ook heel erg geschrokken natuurlijk door dat waanzinnige begin van de pandemie in Piemonte. En daar is het zo, je mag weigeren, maar dan moet je naar huis. Je wordt niet ontslagen, dat is het goede nieuws, maar je krijgt geen loon. Nou, dat zal in Nederland niet gebeuren, maar ik denk wel dat ze naar huis moeten. Alleen het probleem is, ook volgens Marcel Levy, is het niet door de ongevaccineerden, maar doordat er zo weinig verpleegkundigen zijn, is dit probleem. En hij wijst erop, en dat was eerder deze week, dat was 11 november, inmiddels zijn er meer mensen op de IC en in de verpleeghuizen, of op de verpleegafdelingen, 365 op de IC, op de verpleegafdelingen 1790, dus het loopt absoluut op. Maar hij zei, dat je dat op ruim 17 miljoen mensen zo weinig bedden en zo weinig verpleging hebt, dat is het echt probleem. Laten we heel even naar hem luisteren. Er zijn op dit moment 330 intensive care patiënten. Ik heb even opgezocht, op 11 november 2020, een jaar geleden, waren er 600 intensive care patiënten. Twee keer zoveel. Dat was helemaal niet tijdens de piek. En dat was helemaal niet zo'n gedoe. En er waren er helemaal geen spoedvergaderingen in Den Haag. Dat zegt dat de druk in de ziekenhuizen enorm is, maar niet per se alleen door corona. We hebben gewoon een heel groot capaciteitsprobleem in onze ziekenhuizen. Dat hebben we al heel lang, maar dat wordt nu heel erg duidelijk door die 1500 coronapatiënten in het ziekenhuis en de 300 op de intensive care. Dus ik denk, als je aan lange termijn maatregelen denkt, dan moet je vooral gaan werken aan je capaciteit in de ziekenhuizen. Want anders hebben we over 6 maanden weer zo'n situatie. En over 12 maanden misschien nog. Ja, dat was bij Eva Jinek. De reden waarom verpleegkundigen er nu soms mee ophouden is dat zij een deel van hun werk alleen maar bezig zijn met administratie en dat ze hele slechte werktijden hebben. Tuurlijk, ja. Er is natuurlijk kritiek te hebben, maar laten we nou even reëel zijn. We moeten aan het begin beginnen en niet aan het einde. Het moet nu zo zijn dat we dat virus zoveel mogelijk plat slaan in de samenleving. En ik vind dat alle energie daarop moet gericht worden. Wat het intensive care betreft, heeft gelijk. Hij heeft bijna altijd gelijk, zou ik zeggen. Maar dat komt ook omdat nu een aantal reguliere patiënten wel in het ziekenhuis worden opgenomen. Dus dit is nu een zekere verdeling tussen bedden, tussen coronapatiënten en mensen die om andere redenen kort gebruik moeten maken van de intensive care, omdat ze ernstig zware operatie moeten ondergaan. En dat daar is nu, en ik ben daar eigenlijk wel blij mee, eerlijk gezegd, dat die niet helemaal zijn afgelast. Want daar worden ook levens verloren als die mensen niet geholpen worden. Dus ja, en je kan natuurlijk eindeloos blijven bouwen, maar in ieder geval de tijd hebben we niet. Er is geen personeel. Al bouw je nu in een week nog met de tenten een nieuwe intensive care, lijkt mij onmogelijk, maar er is niemand om. De mensen zijn niet beschikbaar. We hebben gewoon zoveel personeel niet in Nederland. Dus we moeten roeien met de riemen die we hebben. En dat betekent een deel van de bedden is voor vrij voor de mensen die COVID hebben. Een ander deel, die zijn bezet omdat er ook nog andere dingen moeten gebeuren. Ja, dat kan je toch ook niet stoppen? Nee. Het is wel een dilemma, maar ik zeg de beste oplossing is
Zegt u? Ja, ik vond het toch wel verbazingwekkend toen ik hoorde dat er 70.000 verpleegkundigen nodig waren. En dan hoef je niet een hele goede rekenaar te zijn om te weten dat dat niet is voor die paar duizend coronapatiënten. Dus dat is een veel dieper liggend probleem. Ja. Hugo de Jonge zei eerder dat hij heel graag wilde dat er meer regie mogelijk was. U weet dat beter als ik dan medische ethica. Dat die ziekenhuizen zelf ook eigen eilandjes zijn, waarbij dus de regie daarboven heel lastig te voeren is en dat het dus heel handig is dat er nog wat mensen niet gevaccineerd zijn, zodat je daarna kan wijzen. Wat vindt u van dat argument? Ik vind het geen medisch-ethisch probleem. Dat is echt van wat een goede behandeling voor iemand en wanneer hou je op met behandelen en wanneer accepteer je dat iemand niet meer behandeld wordt omdat hij beter kan sterven, omdat hij er zo slecht aan toe is. Ik vind de hele kwestie van de organisatie van de gezondheidszorg. Ik heb afgelopen 8 jaar in een commissie gezeten waar we een echte vinger aan de pols hielden wat er allemaal gebeurde in de samenleving. En er was op dat punt waren geen grote klachten. Maar nu is het wel, ik denk dat het echt wel door de pandemie komt. En daarom moet die pandemie de kop ingedrukt worden. Er zijn zeker problemen in de gezondheidszorg, maar het is niet zo dat voordat de pandemie uitbrak er zo'n groot tekort was. En er werd ook altijd gezegd, er is zo bezuinigd op de gezondheidszorg. Dat is helemaal niet zo. Die kosten zijn voortdurend aan het stijgen. En we hebben echt helemaal niet zoveel klachten in Nederland gehoord over de gezondheid zo vlak voor de pandemie. Dus ik denk toch dat we kritischer moeten kijken naar hoe we de situatie nu waarderen. Nou, ik hoop dat u gelijk heeft dat alle problemen voorbij zijn als mensen zich laten vaccineren en 2G wordt opgevat als toch wel vaccinatie. Luister, er moet ook nog meer gebeuren. Natuurlijk is het ook zo dat je sociaal veilig moet gedragen. Want er zitten natuurlijk altijd randbesmettingen zijn er van mensen die inderdaad gevaccineerd zijn, maar als de ander dan ook gevaccineerd is, komt het niet zo hard aan. Dat is wel duidelijk inmiddels. Dus zeker, maar ik denk dat alleen vaccineren eigenlijk nog te weinig, maar moet ook tegen elkaar zeggen, nou laten we dan maar een beetje weer terug in het hol en even kijken of die pandemie nou echt kan verdwijnen. En dan moeten we natuurlijk ook nog iedereen moet dan nog die derde vaccinatie hebben. Het is nog een reuze misschien wel een vierde en een vijfde en wie een zesde. We weten het niet. Kijk, dat is natuurlijk het nieuwe van de zaak. Niemand kent dit virus. Nee, er is wel heel veel onduidelijk, hè? Dus de stelligheid waarmee iedereen denkt gelijk te hebben is een beetje lastig, want we weten het gewoon niet. Zullen we dat ook er even bij zeggen? We weten het niet. Nee, maar behalve dat we weten dat vaccineren helpt. Laten we daar nou echt geen twijfel over bestaan. Ik zou ook iedereen echt willen oproepen, niet als ethicus, maar gewoon als burger. Want laten we nou de rijen sluiten. En gewoon proberen dat virus weg te krijgen. Maar dit horen we al heel lang en dat doen mensen niet. En dat is toch ook een realiteit, dat weten we toch nu. Er zijn al zo vaak dit soort teksten. Ik heb hem ook laten vaccineren, dat gaat niet om. Maar een deel doet dat gewoon niet. En met die realiteit wordt geen rekening gehouden. Maar misschien helpt het. Nou, in zoverre dat 2G daarbij zal helpen. Want dan zet je die mensen dus eigenlijk een beetje opzij. Zwaar voor het blok. Het vreselijk. Ja, en misschien gaat het helpen. Het is wel een poging om de zaken op te lossen natuurlijk. En als je geen andere middelen wil hebben, zou je wel moeten. Ja, en dan maar hopen dat dat echt een oplossing is. Want dat weten we dus niet 100% zeker. Dat gaan we ook zien. Dank u wel voor nu, oud-VVD-senator, medisch ethica, Hélène Dupuy. En we horen het geluid van Polen.